Welkom bij de eerste aflevering van het maandelijkse programma De Dierenkliniek. Jan Veltenaar is met zijn vrouw de kliniek in 1985 begonnen. Hoe ging dat? Je moet naar de universiteit, hè? Je moet diergeneeskunde studeren. En is bij mij een beetje anders gegaan. Want ik heb eigenlijk een verleden als elektrotechnicus, elektronicus. En dat betekent eerst MAVO, toen MTS Elektronica, luchtmacht, opleiding radartechnicus, bedrijfsleven in, Radio Holland, Riet Schotenmauwens. Nou ja, en toen dacht ik, ja, ik wil toch eens wat anders. En toen ben ik naar de avondschool gegaan, avondatheneum. En toen pas op 28-jarige leeftijd gaan studeren. Dus ik zat in het eerste jaar van de studie met allemaal jongens en meisjes van 18, 19 jaar. En ik was 28. Dus dat is een beetje apart. Studie vlot gedaan, tijdens de studie 3 kindjes geboren. En na de studie meteen begonnen in Schiedam als dierenarts. Toen was ik 34. Ja, de meeste dierenartsen gaan dan eerst in de leer ergens. Maar ja, ik was ouder en ik had een gezinnetje. 3 kinderen, dus er moest gelijk wat gebeuren. Dus ik ben gelijk hier vrij gevestigd in Schiedam-Noord. En sinds 2011 werkt mijn zoon dan bij me. En inmiddels mede-eigenaar. Samen zijn we eigenaar. En zijn vriendin is hier ook dierenarts. En dan hebben we nog een vierde dierenarts. Dat is Lisa van der Hoeven. En ze hebben me er van tevoren voor gewaarschuwd. Van kijk uit, want je krijgt ruzie met je zoon. En dat gaat botsen. Gaat supergoed. We zijn het goed met elkaar eens. We vullen elkaar ook goed aan. Ik vind de interne kant leuker. En hij de operatiekant. En hij heeft weer de ervaring. En wij weer de nieuwe weetjes. Behalve honden en katten komen er ook andere dieren in de praktijk. Zoals vandaag deze cavia die last heeft van jeuk en kale plekken. Even kijken, even naar het verleden kijken. Hij is 1,5, zij. Oh ja, er is al een huidverhaal. Er is al een paar keer een schraapje gemaakt. Ja, afkrapsel. Daar is volgens mij nooit wel uitgekomen. Er is ook nog een kweek gemaakt, zag ik staan. Ja. Heb je meer cavia's? Heb je er eentje? Twee. En die andere heeft niks? Ze is altijd wel wat kalig, zeg maar. Ze is nooit helemaal vol behaard geweest in de zijflanken. Maar ik denk dat dit van een week is dat het zo snel uitvalt. Ja. Nog een vraag. Koop je wel zakken hooi? Ja, zakken hooi wel. Ja. Los hooi. Altijd los hooi. Niet het geperste. Nee, los hooi. En is dat een fabrieksverpakking of zeg ik ga het bij de boer halen? Nee, bij de boer halen. Echt met een merkje erop. Ja, ja. Nou, oké. Okay. We gaan zo kijken hoe het verder gaat met de cavia. Vandaag staat er een laparoscopisch sterilisatieprogramma. Dus als een kijkoperatie waarbij de eierstokken naar verwijderen. Zo, hoi. Goedemorgen. Hoi. Komen jullie mee? Kom je mee? Jawel. Het is aardig gegroeid, hè? Hey. Kom, gaan we naar binnen. Ongeveer 20 kilo. Nee, ze is nu 9 maanden? 11 maanden? 11 maanden. Bijna een jaar. Oh ja. Nou, mag ze heel even op tafel. Dan gaan we heel even kijken of alles in orde is. Toch een beetje spannend, hè? Ja. Niet gereten misschien. Jij bent hier zelf ook een beetje zenuwachtig? Ja. Het is ook wel spannend. Komt wel goed. Kijk of ze alles gewisseld heeft. Ziet er allemaal goed uit. Zo, hè? Het is heel vriendelijk. Nou, krijgt ze een prik in de bil. Je kan een beetje zeer doen. Kijk, zie je? Dat bedoel ik. Hartstikke goed. Dit is de sedatie, dus nu wordt ze straks rustig. Je zou het nou nog niet zeggen, maar als ze straks helemaal slapen, gaan we met de isofluraan zorgen dat ze helemaal weg is. Dus ik krijg straks 3 kleine gaatjes. Die hechten dicht, die hechten. Dan probeer ik zoveel mogelijk te stoppen. Dus eigenlijk hebben ze daar ook verder helemaal geen last van. En geneest dat ook wel vanzelf. Houden ze wel een beetje in de gaten. Soms wil dat toch nog wel eens een beetje vies worden. Als u twijfelt, kunt u natuurlijk altijd even komen laten zien. Ze wordt al aardig rustig. Nou, mag u naar huis gaan? Dan gaan wij beginnen. Ja. En dan 1:30 is prima. Dan is het al helemaal wachten. Ja, zien we u straks. Ja. Oké, tot zo.
ik kijk daar eventjes helemaal naar, gewoon omdat ik dat gewoon wil. Mag ik even draaien? Kom ik zo wel even op terug. Even kijken, want soms hebben ze kiesproblemen en dan hebben ze een slechte weerstand en dan komen de oude kwalen terug. Ja, oké. Okay. Even een verhaaltje, want als je zo het verhaal terugdraait hoe dat allemaal gegaan is en dan het feit dat dat zo'n jeuk geeft en dat het dan naar kale plekken, dan kom je eigenlijk altijd wel op hooimijt uit. Ja. Nou, in mijn studie is mij één ding geleerd, dat is hooimijt komt eigenlijk nooit uit het hooi, maar dat is altijd een infectie van beestje op beestje en dan eigenlijk van de kweker vandaan. En dat heb je dan bij je en als je twee kavies hebt, hebben ze het allebei. En de wetenschappers zeiden tegen mij, dat is nooit van het gras, maar ik heb van het hooi. Maar ik heb toch in de praktijk gevallen dat ik denk, het moet wel. Want het is een jaar goed, het is twee jaar goed en mensen kopen zo'n pakje hooi en dan zit het er toch in. Dat is gewoon een ervaringsverhaal. Dus wat ik nu van plan ben, is één prikje te geven dat gewoon die roodheid weggaat en de jeuk weggaat en dat een beestje weer lekker kan slapen vanavond. En een ander prikje, dat er zitten de mijten, dan gaan ze gewoon achterover vallen. Daar zorg ik gewoon voor. Hier. Op. In het hooi. Ja, dat is even bijna. Ja, ja. Nou. Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Eigenlijk hoef je thuis niks te doen. Nee, ja, dat is mooi. Goed zo. Ja. Tot kijk wel. Dag. Scout wordt klaargemaakt voor de operatie. De ogen worden gezalfd omdat de ogen open blijven staan tijdens de operatie, zodat ze niet uitdrogen. Dus krijg je antibioticum en pijnstilling. Maar dit is een stuk beter dan de conventionele sterilisaties. Dat je eigenlijk maar hele kleine gaatjes hebt. We hoeven niet met de vingers in de buik. En dat scheelt gewoon een hele hoop pijn en complicaties. Dus die naald is beveiligd, dat die terugschiet als je door de buikwand heen zit. En zorg er eens dat we ruimte creëren door de koolzuurgas in te blazen. En als we ruimte hebben, dan maken we gaatjes voor de werkkanalen. Je ziet hem al opbollen. Zo, licht uit. Dus nu gaan we het eerste werkkanaal met de camera. Er zit ook een lichtbron op aangesloten. Naar de buik in. Je ziet hier de mild liggen. En op darm. Dus we moeten even wat plekken hier. Die mild liggen dan een beetje in de weg. Dus ik ga er nu maar een beetje mijn kant op. Ja, een beetje masseren. Niet te hard. Ja, doe maar tafel omhoog. Dus ze moeten hieronder zijn. En die mild ligt helaas in de weg, dus we moeten. Ja, zet maar vast. Schudden. Proberen naar die mild een beetje van zijn plek te krijgen. Kijk, hier komt al iets in beeld. Ja, oma niet. Daar moeten we zijn. Komen we met een tweede tangetje erin. Ik zie hier de baarmoeder liggen. Dus die probeer ik voorzichtig. Dit is de eierstok. Dit is het zakje, de ingang van het zakje aan de eierstok. Bij de hond is het altijd wat lastiger te zien door het vet wat er omheen zit. Maar hij zit hierin. Dus nu wachten we even op Michelle tot ze hem over kan pakken en dan kunnen we hem er tussenuit halen. Ze blazen natuurlijk wel de buik een klein beetje op, dus we moeten er altijd even op letten dat hun ademhaling goed blijft. Juist knijpen. Klik, klik, ga in. Laat ik hem los. Dat gaat allemaal goed. Ja. Hou hem weg.
ga nu met een, wat zit mijn rug in? Een hondbleker in, dus dat kan branden en snijden tegelijk. Gaan we voorzichtig. De ijsstukjes er vanuit halen. Dan komt het mesje. Komt ie? Zo. Dan gaat Michelle even kijken of er geen bloed ligt. Het ziet er allemaal droog uit. En dan pak ik hem over. Ja. Oké, en dan kan ik hem eruit halen. Hier is de eierstok. Dit is de andere kant. Die ligt een beetje gestopt. Boven naar achter. Ja. Oké. En dan komt de tweede. Zo. Dan gaan de weerkanalen eruit. Is het gas uit, Lies? Dan zie je alleen nog hechten. Soms heb je wel eens reutjes waarbij er één balletje in de buik nog zit. En dat was vroeger ook best wel een ingrijpende operatie, omdat je dan een groot snee moest maken en een balletje gaan zoeken. En nu kunnen we ook met de camera eerst kijken waar die zit. En dan precies op die plek een gaatje maken en die bal eruit halen. Dus dat scheelt ook al heel veel. Dus dat gebeurt ook regelmatig. Nou, dit is onze opname. Dus hier komen 's ochtends de katten. Vooral om 9 uur worden ze eigenlijk altijd afgegeven voor operatie. De honden worden met de eigenaar worden ze eigenlijk altijd bij ons gebracht voor operatie. En dan worden ze daar geprikt. Maar de katten doen we dan tussen 9 en 10. En dan eigenlijk alles slaapt hier dan uit. Vooral de katten. En de honden doen we vaak in de röntgen, omdat dat wat meer ruimte is daar. En af en toe hebben we iets in de opname. Bijvoorbeeld deze kat heeft nierziekte. Dus de nieren functioneren niet meer goed. Komt bij deze kat door ouderdom, dus de chronische variant heeft hij. En hopen we dus door hem te spoelen dat hij beter wordt. En dan met nierdieet moeten we dat dan gaan ondersteunen, zodat hij zo weinig mogelijk eiwitten binnenkrijgt en zo weinig mogelijk afbraakproducten maakt. Temperatuur kunnen we instellen, want hij kan zichzelf, omdat hij zo ziek is, niet zo heel goed op temperatuur houden. Nou, alles is goed gegaan hoor, met de operatie. Vandaag heeft hij natuurlijk narcose gehad, hè, dus kan de hele dag een beetje zucht daarvan zijn. Ja. Vandaag mag hij rond een uur of 6 een klein beetje eten geven. Ja. Dus niet te veel, ze kan wat misselijk zijn, dus daardoor kan ze gaan braken. Ja. Water kunt u wel direct neerzetten. Hallo schatje, hallo meisje. Ja. Let de komende tijd nog op met grasaren. Grasaren zijn onderdelen van gras, van planten die groeien buiten, vooral in de zomer. En een gevaar voor honden met pootjes en oren, vooral met een lange vacht of met flaporen. Ze hebben een heel scherp puntje en we raken ze waardoor ze tussen de tenen of in oren en dan echt naar binnen groeien. Dus we noemen het ook wel eens een kruipertje. In een oor
kunnen die grasaren terechtkomen. Als honden lange flaporen hebben en ze rennen door het hoge gras, dan kan zo'n grasaartje zo erin gaan. En hij gaat alleen maar verder naar binnen. Door die weerhaakjes gaat hij er niet meer uit en moet hem er echt uit gaan trekken. Dat irriteert natuurlijk vreselijk. Wat we dan doen is we kijken met zo'n oorkijkertje in het oor. En als we goed ons best doen, dan zien we daar in de diepte een grasaartje zitten. En dan meestal met dit tangetje kunnen we het eruit halen. Soms moeten ze daar echt eventjes voor onder narcose, want het doet wel pijn. En dan halen we zo het grasaartje eruit. Grasaren kunnen ook in de poten of de vacht binnendringen en pijn en ontstekingen veroorzaken. De volgende keer in de dierenkliniek. Ja, dat moet kijk, ik zeg dat het niet zo is, maar oh. De tepels zijn op zich voor heiden best groot. Oh, dat is een probleem. Dat is uitzonderlijk, dat zie ik eigenlijk nooit. Eerste pijn.